in het prachtige Drenthe, plaatje Gasselte, tegenover me Lars Famer. Lars, leuk dat je me wilde ontvangen. Ja, man. The Matrix Guerrilla, een boek wat al jaren op mijn plank staat. Geschreven door jou, maar toch al een aardige tijd terug, hè? Ja. Hoeveel jaar? Jeetje, Mina, je overvalt me een jaar of 4, 5 geleden. Ja. Ja, komt bij mij over als een heel speels boek. Ja. Geen regels. Nu ga ik het gewoon eens vertellen. Ja. Ja. Waar ben je door geïnspireerd? Waarom moest dit op papier komen? Ik had op dat moment, ik moet eventjes terug, zo in de tijd. Ik had Byron Katie-achtige verschijnselen. Namelijk, nou niet op de badkamervloer, maar op de bank liggend. En klaar met het leven eigenlijk. Dus een depressie. En dan niet zo milde, maar echt gewoon wel een pittige. Er kwam gewoon niks meer uit me. Ik heb daarvoor ook al 3, 4 boeken geschreven. En ik ging allemaal vanuit een fantastische, heerlijke, bevlogen flow. En dat was weg. En dat hield een aantal weken aan. Liggend op de bank. Nihilisme. Tot ik op een gegeven moment een soort dialoog met mezelf aanging. Van hoe kan ik dit doorbreken? Weer schrijven. Ja, ik had de pest en het geluk dat mijn eerste boek, De Gewijde Reis, dat werd echt een knaller. Echt gewoon een bestseller. Vele drugs verkocht. Ja. Die knippen we eruit. Ja. Een mooie Freudiaanse verspreiding. Vele drukken verkocht. Ja. En dan krijg je, kreeg ik een soort van, bijna alsof er iets van me verwacht werd. Dat is nogal wat. Ja, alsof ik ook nu ineens een soort eng woord spiritueel leraarachtige status begon te krijgen. En dat begon me echt enorm gewoon in elkaar te drukken. Weet je, zo van, oh, dat nog wel, dat niet. En toen op een gegeven moment kwam er een heel en dat heb je goed gelezen, een heel ondeugend stemmetje. En die zei van, als ik aan het woord mag, dan gaan we weer schrijven. Ja. Je verhaal doet me denken aan psychiater Jan Foudren, hè? Die had een succes met zijn boek in de jaren 70, Wie is van Hout. En het voelde voor hem ook enorm beknellend. Hij is zelfs naar India gevlucht. Ja. Was voor jou dus ook gewoon, zoals het spreekwoord zegt, nothing fails more than success. Het succes deed jou geen goed. Nee, omdat het maar een heel klein stukje van jezelf benadrukt. Hè, dat ene stuk waar je dan bekend mee wordt. Daar gaan anderen van verwachten dat je daar meer van gaat geven. Mm-hmm. Mensen verlangen dat ook. Ik heb dat eerste boek ook echt uit een hele mooie flow in de jungle geschreven. Dat klopt. En dat klopt nog steeds als ik het lees. Dan denk ik, oh, wat een mooie flow. Maar het is maar zo'n stukje van mijn personages, ja. Om zo te zeggen. Het hele palet. Ja. Heb je ooit overwogen om helemaal eruit te stappen? Om zelfmoord? Ja. Nou nee, ik moet denken aan een Kurt Cobain bijvoorbeeld van Nirvana. Ja. Die ook zoiets omschrijft. Nee, zulke hectische omstandigheden niet. Behalve dan in de puberteit. En ik heb een paar kindjes en een geweldige vrouw en dieren rondom. Dus dat zou niet eens in me opkomen. Maar ja, aan de andere kant, echt wel die gedachte van, Jezus, moeten we dit nou tot mijn 70ste gaan? Hoe lang ga ik leven, weet je? Een soort uitzichtloosheid wel. Ja. We enorm verlangen om creatief te zijn. Niet meer binnen die kadertjes die anderen dat voor je lijken te maken. Je doet het uiteindelijk zelf natuurlijk, maar Ik heb een uitgelezen radar die precies weet wat jij en anderen willen. En die gaat daarop reageren. Van, ik vind zo'n camera vind ik heel spannend. Want dan, dat zei ik ook net zo even ervoor tegen. Dat gaat worden eigenlijk, dus waar het boek over gaat, die Matrix is in mijn beleving niet daarbuiten. Je hebt natuurlijk al conspiracy denkers, dankjewel. En die hebben het over die Matrix, daar baarten die wereld met al die rijke families die ons. Dat is allemaal zo, dat zijn de spelers in het veld. Maar voor mij zit de belangrijkste gevangenis, die zit van binnen. En ik leid daar net zo erg aan als anderen, alleen ik ben hem soms iets meer bewust. Misschien dat er veel meer mensen bewust zijn van die gevangenis. Maar ik heb het idee dat ik daar heel erg bewust van ben. Ook als mijn camera aangaat, dan begint meteen dat jochie wat het goed wil doen, die komt meteen naar voren. Ja. En je zegt, oei, wacht even, je moet wel op zo'n woord kunnen komen. Zo'n conspiracy, jezus, wat een moeilijk woord. Maar dan moet je wel gelijk op kunnen komen. Dan vinden mensen je intelligent. Ja. Ja? Wil je nog steeds intelligent gevonden worden? Ja. Iets in jou?
Zeker, zeker. En er is een heleboel die dat niet heeft, die gewoon zegt, de dikke vinger drie bier, een hele grote rebel zit er ook bij. En die is ook in dat boek dan met name vaak aan het woord. Ja. Maar er zit zeker een pleaser-achtige, iemand die zichzelf niet goed genoeg vindt en die dan gaat stotteren, soms zelfs een blackout krijgt. Hè? Als voor een grote groep of zo. Wow, shit, ja. Dus ja, die is er. Ja. Wel eerlijk dat je dat zo benoemt. Ja. We krijgen dus hier vandaag niet één versie van Lars Faber te zien. Nee, maar gewoon, dat is uiteindelijk de killer. Als je op een gegeven moment ergens mee identificeert, met, hè, of je nou radio-dj bent, of muzikant, of schrijver. Als je met één stuk identificeert, die gevangenis wordt op een gegeven moment te klein. Ja. Hè, en alles wat je vanuit die energie doet, dat bloed dood, dat gaat jezelf in elkaar drukken. Vanaf daar krijg je weer die gruwelijke Jungiaanse projecties naar buiten, alsof de buitenwereld het doet. Maar ik vind de kunst is om je eigen gevangenis te leren kennen. Ja. We hebben de term non-dualiteit nog niet laten vallen. Godzijdank. Ja? Heb je daar een haat-liefdeverhouding mee? Of wat is dat voor jou? Ken je het woord überhaupt ten tijde van de geleide reis en de Matrix? Nee. Toch wordt jouw boek verkocht op non-dualiteit. Ja, dat zei iemand. Ja. Stelde mij pas ook die vraag. Is dat een Advaita-boek? Ik zeg nee, maar ik bedoel, de woorden ken ik niet. De manier van denken, ik hou heel erg van de Tao. En volgens mij is dat ook een soort van Taoïsme. Dat schuurt er heel erg aan. Dus daar ben ik eigenlijk onbewust vanaf mijn 18e al mee bezig. Toen kocht ik de I Ching. Mm-hmm. Want ik vond dat waanzinnig gaaf om met die muntjes te gooien in de toekomst te voorspellen. Ja. Maar ook de Tao Te Ching. Want ik dacht, dat hoort bij elkaar. Ja, komt hij weer, al die mensen denken, wat een domme gast. Die horen niet bij elkaar, die twee boeken. Nee, maar. Maar in ieder geval, dus dat denken is me niet vreemd. Heeft me altijd gefascineerd. En wat het doet, is dat het, wat ik in dat boek ook schrijf, het zijn een soort bommetjes. Het zijn bommetjes voor je hoofd. Mm-hmm. Als je over dit soort dingen na gaat denken, je komt er niet uit. En op een gegeven moment, pong, dan kom je in een andere staat terecht. Althans, dan kan je in terecht komen. Ja. Dus in die zin vind ik het heel gaaf. Ja. Ik vind het ook beperkt. Ik vind dat er heel veel hele slimme mensen mee bezig zijn. Heel intellectueel. En daar word ik dan gelijk voor. Dan word ik een soort bang van of zo. Want dan denk je, die weten meer dan ik? Die weten veel meer dan ik. En goh, wat zijn die slim. En dus daar loop ik wel eens in vast. Bijna alsof ik dan mijn eigen ontdekte waarheden. Ja, die zijn dan niet zo belangrijk. Weet je? Mm-hmm. Jullie weten het veel beter of zo. Daar trap ik wel eens in. Dat is weer zo'n programma. Ja. En zodra die dan binnenkomen, zodra ze bewust worden in mij of zo, dan kan ik ermee aan de slag. Dan kan ik ook gaan bepalen, wat wil ik daarmee? Wil ik dan die Adyashanti of andere grote denken, wil ik die geloven? En Muji met zijn prachtige teachings. Ik smul ervan, ik eet ze op. En, mm-hmm. Hè, maar daar zit ook iets kinderlijks in van de macht uit handen geven van iemand anders die heeft aanzien en die weet meer of zo. Ja, iemand anders groter maken. Iemand anders veel groter maken dan die is. Toch wordt jouw naam natuurlijk in bepaalde kringen ook verheven tot iemand die in Nederland zeg maar het summum is. Hè. Als je dat wil, dan moet je naar Lars Faber en zijn centrum en zijn following. Jij bent de man die dat gaat ontmaskeren. Eindelijk. Ja? Oh, heerlijk. Nee, ja, ik weet zeker dat er mensen zijn die dit aangeklikt hebben. Die denken, oh, nu kom ik alles te weten. Onder andere over ayahuasca. Mm. En laat ik het maar meteen opgooien, het balletje. Ik ben er veel te scheiterig voor. Ik heb het zitten bekijken, allerlei films. Ook op Netflix staat een of andere documentaire erover. Yeah. Er staan natuurlijk dingen van jou online. Ik heb dingen gezien met Stine Jensen. Yeah. Hoe komt het dat het me zo beangstigt? Mm. Ja, ik vind dat een hele bijzondere vraag, omdat het mij ook beangstigt. Ik scheid, als je het vertelt, dan scheid ik al beuk. Ja? Je voelt die angst ook al meteen? Ik voel die angst ogenblikkelijk, omdat wat deze plant doet, is je echt in de diepste van je onderbewuste terugbrengen. En daar zitten gewoon, ja, weet ik hoeveel eeuwen of eonen evolutie. Ja. Dus al je oerangsten, misschien wel de oerangsten van als reptiel door een ander
opgegeten zijn, tot en met verdronken. Dus eigenlijk alles, als je daarin gelooft, hè, in dat collectieve onderbewuste kom je tegen. Hè, en op het moment dat je daar voor die oerangsten zelf een angst hebt, dan komt die weerzin. En die ken ik dus zelf maar al te goed. Want ik ben een aantal keer ook in die reizen, zoals we dat noemen, geconfronteerd met dit soort oerstukken. Hè, van verdrinking tot verbranding tot demonische kanten. Je wil niet weten wat er allemaal gewoon onder die oppervlakte verstopt zit. Ja. Wat we mooi verpakken. Met een pakketje laag met een dun laagje. Een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Maar het zit daar. Maar waarom zou je daar naartoe willen? Omdat die stukken waar we het over hebben. Het wordt een beetje technisch misschien gelijk, maar dat moet je maar een beetje sturen. Die angstlagen, die zitten bij psychische mechanismes die ik poortwachters noem. Mm-hmm. We hebben allemaal onze eigen verwondingen, allemaal onze eigen remmingen. En precies om die gebieden van samengebalde energie, van plekken in je lijf waar energie niet stroomt, daar zitten die angsten. En die schreeuwen wegwezen. Nooit hier komen. Hè? En die laten alvast wat proefballonnetjes op met instinct. Mm-hmm. Waardoor je mind, hè, die krijgt feedback loops. Die zegt, no way, nooit doen, nooit doen. En precies daar moet je zijn. Aan het moment dat je van plan bent om die pijn in je middenrif of in je hart of in je keel of die ziekte die je met je meedraagt of een neurose die je hebt of een verslaving. Zodra je die onder ogen wilt gaan zien, dan moet je dat gebied, hè, waar ze roepen op die landkaart terra incognita, hier huizen de draak. Daar moet je zijn. Ja. Ja, want in die mind, in die, dat gevormde construct, daar zit die verwonding niet. Nee. Daar zit het stuk wat heel is, wat overleefd is. Hè. Dat, vaak een beetje ingekapseld, het gevangenisje. Maar daar klopt het op zich wel, in die comfortzone, of hoe je dat wil noemen. Maar dit is dus niet iets voor watjes, die gewijde reis. Je moet er wel een beetje gek voor zijn. Je moet er wel een beetje anders, een beetje vreemde vogel voor zijn. Je moet die gevormde gevangenis op zijn minst wat plaagstootjes toe willen dienen. Als je gewoon binnen de lijntjes wil kleuren, als je je leven prima vindt van 9 tot 5, IKEA, koopzondagen, Opel Astra, Zwarte Labrador en het loopt allemaal lekker, dan moet je dit niet doen. Nee. He, als je op zondag nog bij schoonmoeder op de thee wil, en doe het niet. Hou het gewoon netjes zo. Zorg dat je de eindstreep haalt, ja. Je pensioen haalt en dat je daar nog 5 jaar van kan genieten. Want het is gewoon, het vraagt een bepaalde moed, een bepaalde durf. Maar heb ik dan wel echt geleefd als ik in die kooi blijf, die IKEA-kooi? Nou ja, weet je. Jij vindt je eigen manieren om die kooi te zien en om daaruit te gaan. Misschien ben je wel een bergwandelaar. Of misschien ben je wel een zeezeiler. Of misschien ben je wel een diepzeeduiker. Mm-hmm. Er zijn alle mogelijke manieren om die edges van het bewustzijn te verkennen. Dit is er één. Ja. He, dit is een hele, hele krachtige methode. Maar ik wil niet zeggen dat die voor jou is. Ik bedoel, jij hebt je eigen pad. We zijn hier nu in dit huisje in Drenthe. Dit huisje is compleet geblindeerd gemaakt. 98%. We hebben nog 2% licht te gaan. Straks is het helemaal donker. Dat betekent dat je hier in retraite kan gaan. Je kan je hier een week of een maand, als je dat wil, terugtrekken in wat ze vroeger noemden de tempelslaap. En je bent een maand lang in complete duisternis. Nou, geloof me, exact diezelfde terra incognita met hier levende draken, die kom je daar tegen. Ja. Zonder middel. Alleen misschien iets langzamer. Het duurt langer. Ja. Het duurt zeker, laten we zeggen, 5 tot 9 dagen voordat je pijnappelklier uit zichzelf gaat stoppen met melatonine maken. En daar in de plaats van gaat die DMT maken. En dat is precies dezelfde stof die actief is in ayahuasca. Waardoor je visioenen krijgt. Waardoor je dat wat er in je binnenwereld is, gaat naar buiten komen als een beeld. Als een visioen van dingen die diep hier onder die ijskappen, de bevroren gebieden in mezelf leven. Ja. Ja. Spannend. Dat is hartstikke spannend, ja. Ja. Dan laat mij nog maar even wat non-dualiteit boeken lezen. Ja, maar weet je, uiteindelijk,
uiteindelijk gaan al die paden natuurlijk naar hetzelfde. Ja, op het moment dat je non-dualiteit echt beoefent, dat is ook geen pretje. Op het moment dat je echt iedere keer weer de essentiële vragen aan jezelf stelt en niet durft te wijken voordat er een echt antwoord komt waar je echt mee kan zijn. Mm-hmm. Ja, dat is ook, dat vraagt ook een bepaalde moed. Kun je eens wat van die essentiële vragen opnoemen? Zeker. Wie ben ik, ken ik dan? Ja, tuurlijk. Wie ben ik? Je hoeft eigenlijk alleen maar wie en waar ben ik te vragen. Nou, dan ben je al, als je er echt over nadenkt. Waar ben ik? Wie ben ik? Dat is de meest gekende. Maar die waar ben ik vind ik ook zo grappig. Van ja, we zitten in Gasselt in Nederland. Waar ligt Nederland in Europa? Waar ligt Europa in de wereld? Waar ligt de wereld? What the fuck? We hebben geen referentie waar de wereld... Vanaf waar meet je? Ja, vanaf die zon. Waar ligt die zon dan? Oh, wacht even. Ja, dus je raakt gewoon heel snel met dit soort vragen de kluts kwijt. En dat is goed, de kluts kwijtraken. De kluts kwijtraken kan heel goed zijn voor... Niet als je IKEA koopt. Ja, precies. Maar als je daaruit wil breken. Als je daaruit wil breken, dan is van tijd tot tijd die bestaande gevangenis echt goed eventjes tegenkomen. Maar stel maar ook eens een keer de vraag, hou ik van je? Van mensen om me heen? Ik heb die vraag op een gegeven moment gesteld van de mensen die bij mij komen voor ceremonies en dergelijke, hè? Want geleden hou ik daar echt van. Ik heb echt het gevoel dat... Is dat ook echt zo? En dan kom je op een gebied waarvan de leugenaar actief wordt. En die gaat allemaal mooie praatjes... Weet je, maar je bent daar toch een soort van leraar. Je moet van die mensen. Daar hou ik ook echt van. Allemaal dat zijn echt mindbreakers. Dat zijn echt, voor mij tenminste. Hè? Dus, en zo heeft iedereen natuurlijk zijn favoriete vraag... waar je op een gegeven moment niet onderuit kan. Ja, en dat zijn de goede vragen. Waar je op stuk bijt. Nou, dat heb ik toen gedaan. Ja, dus een hele tijd heb ik dat gedaan. Zeker in die tijd ook, in mijn Byron Katie-achtige periode. Daar heb ik echt... Als je van die mindcrackers... Tot ik op een gegeven moment, een paar jaar geleden... Dat is een beetje een raar verhaal, geloof ik. Maar toen deed die bovenkamer van mij niet zo goed meer. Ik denk dat het met voeding te maken heeft. Maar... Er kwam steeds minder activiteit. Hè? Dus ik kon steeds minder helder nadenken. Mm-hmm. Dat is misschien ook waar ik de straks over had. Daar ben ik soms wel bang voor. Dat ik niet ineens conspiracy theory op... Dat komt gewoon niet. Mm-hmm. Dat is nog niet snel genoeg. En toen besefte ik ook dat hele nadenken en al die vragen stellen... Daar heb je dus wel een goed paar hersens voor nodig. Dus het kan niet het zijn. Dus al die ideeën die daaruit komen, die komen uit die... waanzinnig scherp afgestelde hersenen. Wat nou als die dadelijk uitvallen? Ik word dement. Ik heb een testje laten doen bij een psychiater in Friesland. Die ging met een zaklamp daar in mijn ogen schijnen zo. En er komt bijna geen leven meer in. Weet je? En op dat moment houdt dus ook het stellen van dat soort vragen houdt op. Dan heb je dus gewoon een scherpe, heldere geest voor nodig. Nou. Ja. En wat heeft uiteindelijk die geest voor jou weer helder gemaakt? Rust. Ja, rust en voeding en de juiste keuzes maken. Maar wat voor mij belangrijker was, dus was in ieder geval het besef. Oh, maar daar zit het dus niet in. En die hele, het eerste stukje van die matrix kan ik daarmee bevrijden. Maar dit geeft me niet het. Wat ik gehoopt had, was ik nog lang genoeg doorgaan met intelligente vragen stellen. Nee. Heel veel. Wow, kennis vergaren. Ja, maar ook barrières opruimen. Oh. En die mind wordt groter en poef, dan komt de bevrijding. Daar kwam voor mij het heldere inzicht van... Oké, dus heel veel van dit soort inzichten zijn aan de hersenen gekoppeld. En hoe goed kan ik nadenken? Ja. Mag ik nog even wat hete hangijzers uit de non-dualiteit tegen je aanhalen? Nou, dan moet ik hele interessante dingen zeggen natuurlijk. Nou, ik ben gewoon eens benieuwd hoe jij dat ziet. Je zal je die vragen ook wel eens gesteld hebben. Ik bedoel... Zit ik nou met Lars Faber te praten of zit ik met mezelf te praten? Jezus. Of is dat een stapje te hoog? Ja, je schakelt hem wel ver op hoor. Jeetje. Nou, laat ik de vraag anders stellen. Heb jij nog steeds het idee dat Lars Faber, het persoontje, dat degene is die nu die woorden spreekt en die nu zo is gaan zitten? Ja. En die... dit soort activiteiten doet. Laat ik dan ook simpel zeggen... Is er een doener voor jou in de Matrix? Mm.
Ja, dat vind ik een mooi onderwerp, ja. Volgens mij zit je nu bovenop het mysterie. Ik kan dit niet bevatten. Hè? Dus ik kan er wel over nadenken, maar ik kan dat niet bevatten. En dan kan ik kan natuurlijk wel andere leraren na gaan praten, want het verschijnt in mij. Ja, je kent de uitspraak allemaal. Ja. Allemaal. Hoe is het voor jou? Bedoel je? Ja, hoe is het voor jou? Heb jij het idee nog steeds een afgescheiden individu te zijn? Of? Nou ja, weet je. Dus die van de net, dus dat weten dat die mind het niet kan graspen, die is voor mij heel belangrijk geweest. Die is nederigmakend geweest. Van, ik heb echt waar geen idee hoe dit werkt. Het komt door mij heen. He, dus straks, toen je op een andere plek even bij ons was, toen vertelde ik over bijvoorbeeld muziek creëren. Of dat ik vaak niet eens weet wat er in een boek staat wat ik heb geschreven. Ja. Dus in die zin kan ik alleen maar getuige zijn van dat er een mysterie door mij en door jou heen werkt. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar iets van begrijp. Ik kan het ook niet sturen. Wat ik vaak doe, 's morgens als ik opsta, zagrijnig op koffie zetten, en dan stel ik me gewoon maar de vraag van wat wil er zich vandaag manifesteren? Gaan we weer 7 weken lang op de bank liggen. Waar word ik gewoon vandaag? Waar word ik vrolijk van? Wat stuurt me? En ik stel mezelf beschikbaar. En dan ga ik verdomd gewoon een boek schrijven. Of ik ga een nieuwe cd produceren. Of ik werk in Photoshop. Ik ontwerp ik dingen. En dan komt ineens. Ik kan dat dus niet met mijn mind uitleggen wat daar gebeurt. Daar is iemand aan het werk. Iets aan het werk. Ja. Er is zeker een doener. Want ik doe van alles. Of ik dat nou doe, ik zou het niet weten. Ja. Niet dus. Ja, nee, ik vind het een mooi antwoord. Ja. Je vertelde net nog iets moois, en dat herken ik ook heel erg. Dan ben je ineens dus met die muziek bezig en zo. Ja. Dan denk je, oh, dat is blijkbaar wat ik heel erg graag doe. Dus dan ga je allerlei software aanschaffen, instrumenten. En hoe is dat dan een week later? Dit is echt bizar. Ik heb net zo'n hele fase achter de rug. Waarbij ik iedere dag begeisterd ben. Daar werk ik dan 3 of 4 maanden. Dan maak ik een cd, die heet Lady Ayahuasca. Nou, je zou bijna zeggen, het is allemaal zo gechanneld. Het is echt uit de flow. We zijn met muzikanten, zijn we de studio in geweest. Daar hebben we in 1 take alles opgenomen. En het hele product is klaar. Ik ontwerp de cover, bla bla. Helemaal bevlogen. CD is af. En muziek? Daar ga ik geen bal aan. Ja. En dan, het is net waar, ik heb dat woord wel eens gebruikt. Ik ben een atheïst, maar dan zeg ik, ik ben gewoon verkracht door God. Verkracht door God? Ja, precies. Ik ben gewoon echt in beslag genomen. Ik moet al die dingen aanschaffen. Ik moet maandenlang naar mijn bezig zijn. Nou. Poef. En dan word ik uitgespoeld door die golf. Vlot. Hé? Ja. Gebeurde me nou. Ja. Maar dan heb je niet zoiets dat je denkt, ja, maar verdorie, ik heb dat toch niet allemaal aangeschaft voor niks. Ja, precies. Want ik heb alweer het idee zelf voor een tweede cd. Maar hij komt niet. Die energie, of wat dan ook, die mij bezielt, die zegt, er komt helemaal geen cd, we gaan met iets anders aan de slag. Ja. En dat dient zich dan gelukkig ook wel weer aan. Ja. Maar dat is totaal iets anders. Ja. En daar, ik zei, voor we begonnen, zei ik al, ik heb soms het idee was dat ik schizofreen ben. Volgens mij vanuit de klassieke psychiatrische beschrijving is dit toch wel echt wel een stevig staaltje van schizofrenie. Je in een bepaalde zelf zit. Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Ja. Je wordt door die golf uitgespoeld. En dat is de Hulk, weet je nog? David Banner. David Banner was zijn hele pak gescheurd. Ja. En ik dacht, heb ik nou weer allemaal gedaan? Ja. En gelukkig is het bij mij een creatieve vibe. Het is niet een destructieve vibe. Maar ik verbaas me erover. Dus terugkomend op jouw vraag. Van wie doet dit? Als jij het mij zou kunnen zeggen, dan zou ik het waanzinnig vinden. Ik vind het wel eerlijk wat je zegt. Want ik herken het en ik denk dat veel meer mensen herkennen. Dat er niet één versie van jou is. Osho zei wel eens, er zitten allemaal spaken in een wiel. Hè? Ja. Op het ene moment is dat die spaak boven. Okay. Hè? De eerlijke Lars. En dan is die spaak weer boven. En dan is de ondeugende Lars weer. En zo vergeleek hij het. Wat bizar. Ja. Ik krijg kippenvel dat je dit zegt. Toen ik hier nog helemaal niks van af wist, ergens in de jaren 80, toen ervaarde ik dit natuurlijk wel, heb ik ook die, ik vergelijk het niet met spaken, maar met zo'n rat, weet je nog, uit de jaren 80 hadden we zo'n rat, daar trok je dan aan, en dan kwam er een prijs, prijsje kwam, daar vergeleek ik mee, wat is er nou weer een bot vandaag? Ja, bizar, god, ja. Gekke Osho.
Maar ja, als we daar toch eens inderdaad gewoon voor openstaan en daar inderdaad niet bang van worden, denk ik van, ik ben gek aan het worden, want ik ben de ene dag die, de andere dag ben ik die. Ik ervaar het als heel bevrijdend. Absoluut. Absoluut. En dat is een geboorteproces. Daar kan ik nu blij mee zijn. Ik ben Gods grote blij, wat een mooi woord, dat ik geen uitgever heb. Die zegt, boem, 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 wat blijft het volgende? Die gewaardereis, wat te gek, dat loopt lekker. 5.000 verkocht. Ja. Nou, we kunnen dan, als je nou zijn volgende boek schrijft, de helderreis, dat heb ik ook gedaan. Dus dat heb ik nog wel gedaan, maar daarna was het gewoon klaar. Niet meer doen. Ja. Ja, als je een baan hebt. Dan... Als je een baan hebt of een baas hebt. En vandaar, daar gaat die Mattis Girl over. Als je dus die programmaatjes opblaast. Dat je een baan nodig hebt. Dat je aanzien nodig hebt. Dat je geld nodig hebt. Al die ideeën, als je die van binnenuit verkent en opblaast. Dan word je dus op een gegeven moment vrij om zo'n mafketel als ik te zijn. Ja, terwijl jij steeds meer, naarmate dit gesprek voordat op mij overkomt als een normaal iemand. En dat de gekke, we hebben nog niet lang genoeg getrouwd. Nou, maar dat de gekken de mensen zijn die nu net terug van hun huis rijden. Van een te zware baan naar huis toe rijden. Ja, maar daar ga je kapot aan. Daar ben ik zelf natuurlijk ook bijna kapot te gaan. Want dat is helemaal het begin van de zoektocht geweest. Dat ik op een gegeven moment alleen maar blij kon zijn met drugs in mijn mik. Ja. Met 1, 2, 3, 4. Nou, ik was echt een thrillseeker. Gaan 10 pillen en dan nog 5 joints erachteraan. En dan? En dan eindelijk weer dat gevoel ervaren van ik ben vrij. Al die kritische stemmen in me zijn even stil. Ik hoef even niks. Hé. Maar dat is natuurlijk een ticket, hoe noem je dat? Een doodlopende straat. Ja. Dat voelde ik ook. En daar heb ik ooit die ayahuasca voor gebruikt. Om daar in ieder geval vanaf te komen. Ja. Seks. Misschien kunnen we het daar nog eens over hebben. Nu? Nou ja, we hebben nog even. Als jij ook nog eventjes hebt. Dat is het eerste waarbij ik denk aan het woord tantra. Daar zullen heel veel mensen meteen aan denken. Hè? Ja. Er worden heel veel mensen heel boos. Ja? Op mij ook, ja. Ja. Als? Ja. Nou ja. Nee, dat is een andere discussie. Er zijn, zeg maar. Nou, nee, maar er zijn heel veel. Kijk, er zijn natuurlijk mensen. Er zijn tantristen die heel erg bijbelvast zijn, hun bijbel staan. En dan weet ik wat voor boeken ze lezen uit India. Waarbij ze dan zeggen van ja, god, die seks, dat is eigenlijk alleen maar bij de laatste fase van de tantrische inwijdingen. Omdat dan, nee, ik ga het niet motiveren. Maar, nee. Maar wat is jouw vraag? Nou, mijn vraag is eigenlijk, we hebben het over drugs gehad. Ja. Voor de gemiddelde mens is seks het hoogst haalbare. Hè? Het dichtst bij God komen we door seks. Ja. Osho noemde het a poor man's realization. Yes. Oh my god. Het orgasme. Ja. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind dat onwijs interessant. Omdat je dat de poor, hoe noem je het nou? The poor man's realization. Poor man's realization. Kijk, voor de poor man is die realization misschien maar 20 seconden. Omdat eventjes compleet oplossen, niet meer bestaan, compleet gelukkig zijn. Ja. Ook een bepaalde pijn voelen. Een orgasme is niet pijnvrij. Als je het echt goed in gaat voelen, is het niet pijnvrij. Ja. Doet een enorme... Zie je ook het gezicht van een man? Ja. Maak maar eens een foto. Ja, precies. Goed, ik ben zelf ook een tantrische beoefenaar. Taoïstisch, tantrische technieken. Hey, die kan je dus rekken. Dus je kan in die staten van zijn, van samadhi, van even tijdelijke poor man's enlightenment of realization. Daar kan je dus langer in zijn. Ja. En het mooie vind ik van al die staten is dat je ze verkent, kan hebben, je niet moet hebben, maar je kan die staten verkend hebben. Op dat moment voelt het misschien even als een realization, maar om dan met Ken Wilber te spreken, die zegt op een gegeven moment, volgens mij een van zijn zenmeesters aanhalend, everything that has a beginning and an ending is not it. En dat was voor mij een shock. Soms heb je dus één zo'n zinnetje, wat die grote bom met zo'n lont eraan, ja, daar komt hij. Ik dacht echt dat mijn eerste ayahuasca ervaring, this is it. Ja. Dit was verlichting. Everything that has a beginning and ending is dat. Hoe kan dat woordje was erin zitten? Ja. Dat was shocking. En dat heeft als een moker van binnen gewerkt. Want
Maar dat was het dus niet. En ook die tantrische staten. Alle eerdere staat is het dus niet. Ja. What the fuck, doe normaal. Weet je hoe goddelijk dit voelde? Ja. Is het dan gewoon voor de mensen die het beoefenen een soort bijtanken even? Eventjes weer er tegenaan kunnen. Net zoals je ook mensen hebt die van de ene naar de andere satsang hoppen. En ze het ook letterlijk zeggen, goh, even tot mezelf komen hoor. En dan kan ik er weer een week tegenaan bij de baas. Jezus, ja, als dat toch, als dat daarvoor bedoeld is. Ik denk dat je... dat je... Je hebt wel de essentie te pakken. Maar het land nog niet of zo. Mm. Dat ken ik in mezelf ook. Ik kan echt gewoon in die staat zijn. Er zijn inderdaad poor man's realization. En de volgende dag denken... Wat was het ook weer? Ja. ik vind het heel boeiend. Want je hebt het over energie. Seksuele energie is toch de energie waar het hele universum op drijft. Dat is... Hoe dicht bij het mysterie wil je komen? He, dus als je daar wat langer in mag zijn, en dat is een van de dingen die Tantra en ook bepaalde Taoïstische praktijken je kunnen helpen uit ervaren. Dat zo'n staat is inderdaad een uur. Als je daar een uur in ronddobbert en denkt: wow, wacht even, dit is bijzonder. En hetzelfde heb je, als we het straks over hadden, als je zo'n week in donker bent of twee weken, dan ben je langer in die staten. Ik wil nog steeds niet zeggen, it's not it. Hè? Of dat wil het zeggen, dit was het niet, maar je hebt het wel meegemaakt. Ja. Hè, dus je kan die ook weer afvinken van, oké, dat was het dus ook niet, maar wat is het dan wel? Hetzelfde als dat je hele leven, als je geen miljonair geweest bent, dan ben je hele leven misschien wel onbewust bezig met, goh, als ik toch straks een pak geld heb, dan gaan we de wereld rond en tot als je hem hebt. Ja. Hier ligt weer op die bank. Mensen, was dat het nou? Ja. Ja, dus dat vind ik boeiend, dat lijf, om al die dingetjes af te vinken. Oké, dat was hem dus ook niet. Of dat was hem ook niet, of dat was hem half. Daarmee zaten we in de richting. Alexander Smit zei wel eens, je hebt die zoektocht eigenlijk alleen maar nodig om te zien dat je geen zoektocht nodig hebt. Ja, dat kan je pas aan het eind van de rit zeggen. Ja, precies. Dat je al die dingen mee hebt gemaakt. Ja. En weet van, nou ja, god, al die dingen. Want weet je, er zijn natuurlijk zoveel gesjeesde tantrische leraren, Taoïstische leraren, non-dualistische leraren, die zijn boek met de titel ook, Halverwege de Berg, die denken dat het wel is. Die staten zijn natuurlijk ook extatisch. Die zijn zo goddelijk. En die is ook een imprint van het goddelijke, of van essentie of wat dan ook, dat je er bijna in gelooft dat het was. En dan ga je het vervolgens aan een ander vertellen. Als je nou deze en deze technieken beoefent, zo lang mediteert of zo lang dit of dat doet, dan ben je er, weet je. Komen mensen dan wel eens teleurgesteld na een uurtje met jou geweest te zijn? Tot seks? Nee. nee, daar heb ik nog nooit gehad dat mensen dan teleurgesteld. Dat is een goed teken. Na 2-3 uur wel, meestal. Maar. Nee, maar hier komen mensen bijvoorbeeld naar je toe en die verwachten iets heel erg bijzonders. Ja. Of die verwachten bijvoorbeeld een heel bijzonder iemand. Ik blijf zeggen, ik zit hier tegenover een doodnormaal iemand. Die tenminste ik herken als gewoon lekker zichzelf. En geen pretenties. Niet hier de goeroe zit uit te hangen. Dat zie je ook al in je kleding. Ja, gewoon lekker jezelf. Ja. Verwachten mensen niet soms iets exotischers? Jazeker. Ja. Zeker. Hoe is dat? Ja. Ik heb een keer gehad, een man die maakte zijn naam een steen aan. Ik zeg, als je dat nog een keer doet, laat ik hem scheten. Maar is een kleintje ook hoor. Echt, maar ik zeg, niet dat ik het niet meen of zo. Dus, nee, maar doe lekker normaal. Heerlijk. Doe lekker normaal, weet je. En dan niet, ook weer niet normaal doen vanuit, ook weer de volgende. Maar volgens mij is dat tot de realisatie. Dat je gewoon hier die zak met bonen bent, die door iets heel vreemds bewogen wordt en leeft en ja, de gekke dingen mee kan maken. Maar dat verkoopt niet. Nee. Je kan veel beter gaan een school richten met oprichten waarbij je claimt dat je iets weet wat de volgende stap, als er wel een stap zou zijn voor die persoon. Dat kan je veel beter doen volgens mij. Dan kan je een satsangs overgeven. En nou, dat is ook niet helemaal waar. Ik bedoel, er zijn zat goede mensen die hele mooie teachings of satsangs geven en anderen op pad helpen. Ik bedoel, dat geloof ik zeker wel. Maar zie je dan niet veel mensen terugkomen bij jou voor die ayahuasca-ceremonies om van zichzelf iets speciaals te maken? Nee. Nee? Nee, nee. Kijk, wat die ayahuasca is voor mij geen non-duaal medicijn. Ook al kan het je wel in staat te brengen waardoor je inzicht krijgt in de aard van het bestaan. Ik zal het nooit van 's levensdagen op die manier
weet ik eigenlijk niet, want ik weet niet wat ik in die boeken heb geschreven. Maar ik geloof niet dat ik het op die manier breng. Als ik het breng, dan breng ik het uit, uit de aard van bewustwording of heelwording. En heelwording als in, er is iets in mij waar ik niet mee kan leven. Waardoor ik op die bank lig en ziek ben, of waardoor ik depressief ben of een ziekte heb, ja. Of mijn relaties allemaal knap, of ik geen betekenisvol werk afvinden. Dat zijn geen non-duale vragen. Dat zijn echt volgens mij de vraag van de dualiteit van in dit leven staan en je daar lekker en bezield in voelen. Dat is wat mij betreft wat ayahuasca doet. Dus je voelt dat iets je tegenhoudt en je wil niet meer tegengehouden worden. Bijvoorbeeld. Hè? Of de symptomen in je leven liggen er niet om. Je hebt ruzie met je hele familie en je bent een outcast en het lukt niet om een relatie met iemand aan te gaan. Dat zijn symptomen waardoor je weet, oké, iets in het veld, in de kosmos, dus de ordening, klopt hier niet. Ja. Ik loop hier nou zo lang tegenaan. Hè, in mijn geval was dat bijvoorbeeld een drugsverleden of depressie. Ik had nog een aantal klachten. Ik had echt vet zware rugpijn waardoor ik bijna niet meer kon functioneren. Dat zijn echt wel dingen waarvan je denkt, jezus, hoe komt dat nou toch? En dan ben je chiropractor geweest en bij een orthomanueel therapeut. En dan noem de lijst maar op met mensen waar je dan terecht komt. En die weten gewoon niet wat aan de hand is. Dat zijn voor mij, daar triggeren de meeste mensen op die in ieder geval uit mijn boek hebben gelezen. En dat herkennen van, wacht eens even, dat heb ik ook. Dat non-duale interesse in deze medicijnplanten, volgens mij is dat helemaal niet zo groot. Er zitten wel eens mensen bij, die willen meer van hun eigen bewustzijn verkennen. Ja. Ja. Wat Eckhart Tolle pijnlichaam noemt, is dat een beetje wat jij bedoelt met die godvol met draken? Nee. Ja en nee. Ik vind dat die Eckhart Tolle daar heel lelijk over doet. Die zegt, laat het pijnlichaam nou in godsnaam maar niet meer in roeren. Laat het maar met rust, dan wordt het vanzelf beter. Nou, daar geloof ik niet in. Dus dat is, ik vind dat die man ook hele mooie dingen vertelt. Ik doe daar wel eens een beetje lullig over. Maar daar mist hij echt gewoon de plank. Als je naar hem kijkt, als je gewoon puur naar hem kijkt, kun je het ook zien in zijn vitaliteit. Ik stel wel eens de vraag, zou je met Eckhart Tolle willen dansen? Nee. Zit daar echt gewoon een lekkere, vitale, vrolijk is hij wel. Ja, dus hij, vanaf hier hij straalt. Hij straalt als een kachetje. Lief mannetje. Maar hij mist gewoon die oervitaliteit. Hij mist, want die zit hier. Die zit in dat pijnlichaam. Ja. En als dat verwrongen is en je zegt, nou joh, weet je, we kijken het daar maar lekker. Je wordt vanzelf wel beter, hè? Zo, voor mij werkt dat niet. Nee. En dat wil ook niet zeggen dat je er alsmaar in moet gaan roeren. Maar het toverwoord is contact. En in dat tweede boek leg ik daar ook iets meer, in de helderheid leg ik daar meer over uit. Want op een gegeven moment, ik snapte het zelf ook niet helemaal. Wat zijn we nou mee bezig? Je neemt een medicijnplant, die raakt van alles aan. Wat gebeurt er dan precies? En dat sleutelwoord is contact. En zoals die boeddhisten dat noemen, die noemen het Maitri. 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 Liefdevolle vriendelijkheid. Dus er is hier iets in mij, er is iets boos. In plaats van dat ik zeg, net als vroeger thuis, nou, we kijken maar, als je weer aardig bent, kun je terugkomen. Zeg je van, oké, wat is er, waar ben je boos over? Je bent, dat kan, maar daar kunnen ze vaak nog bozer van worden. Oh. He, dus het eerste wat je in deze techniek doet, is gewoon eens hallo zeggen inderdaad. Hallo, inderdaad, vanuit een je bent welkom intentie, dus de intentie klopt. Maar niet te snel, dus eerst van, god. Meestal zijn dit soort stukken in je die boos zijn, totaal niet geïnteresseerd in jou of in jouw intenties of wat ik moet gewoon opdonderen. En dan zeg je ook nog dat het pijnlichaam, dat je het maar met rust moet laten. Nou, fuck you, bekijk het dan maar, weet je. En als dat is geen relatie aangaan, dat is geen contact. Dus in eerste instantie stel je jezelf gewoon open of wat er ook in mij is. Je bent welkom, ik ga het nog niet naar je roepen. Ik zeg gewoon, ik zie je, je bent er. Je bestaat, ik erken je bestaan. En dat is het eerste touwladdertje wat je naar binnen laat om met je heftige instinct, beschermingsachtige emoties om te leren gaan. Als ze bondgenoten worden, dan word je op een gegeven moment een persoon waar je wel lekker mee kan dansen. Die wordt vitaal, die wordt. Ja, die staat in zijn kracht. Die staat in zijn kracht. Ja, maar dat zie je ook aan jou. Ik bedoel, krachtige vent. Behalve niet alleen je lengte, maar
Er komt iets van jou uit. Zullen we een dansje doen dadelijk? Nou, kunnen we proberen. Eckhart Tolle inderdaad, die loopt als een gebochelde het podium af. Dus daar kan ik mee. Dat heeft me ook altijd wel eens verbaasd. Ja. Het zal wel door zijn leeftijd komen. Het is mooi hoe je dat hebt, hebt uitgelegd. Maar je kan heel erg goed vanaf hier functioneren. Dat gaat heel goed. Er zijn heel veel mensen die zijn echt helemaal met dit hele stuk geïdentificeerd. Vanaf het hart zo, want volgens mij is het ook een schat van de man. Ik ken hem niet. Maar wat is daar het nadeel van, man? Van een schat van een man zijn? Nee, dat je maar tot hier leeft eigenlijk. Ja, weet je, dat is voor mij dat stukje waar net, wat ik net noemde van heel worden. Betekent het hele wezen, holistisch, holos zegt dat ook al, healing, het zijn allemaal dezelfde woorden. Je hele wezen innemen. Alles accepteren, herlijf, je hart, je koppie. En dat met elkaar verbinden, dat als één geheel letterlijk beleven, mooi woord, dus een letterlijk beleven van het geheel wie ik ben. Dat, volgens mij is dat is mijn ideaal. En daar hoort ook dat stuk non-dualiteit, dus hoort ook dat helder maken van je koppie bij. Maar als je daar strandt, ja, dan ben je een hele mooie lichtgevende boei ben je. Goh, waar ben ik non-duaal? Ik maak het even gek, maar je stelt. Ja. Het hoort allemaal bij elkaar. Maar volgens mij zegt die Adishanti dat ook, hè? Van als je dan dit inzicht hebt gehad, ik kan hem niet citeren, maar als het niet belichaamd is, dan is het niet compleet. Ja, ja, ze hebben daar volgens mij ook een naam voor, de Advaita Shuffle. Ja. Dan wordt het echt iets mentaals. Ja. Hè? En de rest, nou, dan kijken we een volgend leven wel een keertje naar. Ja, ja. Nee, dat kan. Dan word je ongelooflijk sneller. Dan kun je allemaal hele wijze, interessante dingen gelijk bovenop andere dingen zeggen. Maar dat is letterlijk niet belichaamd. Nog even terug te komen op dat pijnlichaam. Daar wordt dan van gezegd, dat zijn allemaal dingen die je hebt meegemaakt. En met restjes die toen niet verwerkt zijn. Klopt. Bijvoorbeeld, ik ben als kind van 5 ben ik op school een keertje door de leraar ontzettend te kakken gezet. Mm-hmm. Dat voelde zo verdrietig. Nou, dat heb ik als kind gewoon geparkeerd. Ja. Want daar kon ik nog niet aan. Ja. Dat zijn dus ook de stukken die je ook tegen gaat komen met ayahuasca. Ja. Zie ik mezelf, hoe moet ik dat voorstellen? Zie ik mezelf dan weer in die klas zitten? Hoor ik de stem van die leraar weer? Herbeleef je dingen? Ja. Kijk, voor mij is de essentie van dit stuk... Essentie is de intentie. Aan het moment dat... Want er zijn twee dingen gebeurd op dat moment. Er is een yogi... waarschijnlijk in elkaar gekrompen. Ja, dus je kan twee dingen doen. Je kan ontzettend boos worden. Afhankelijk van jouw temperament. Hè. Dan kan je... Godverdomme, je gaat de klas uit. Die kan gebeuren... En je wordt verstoten. Meer voor de hand liggend op dat moment als je zo kwetsbaar bent. Hoe oud was je toen? 5. Nou, je hebt de yogis bij mij gezien. Hè? Die zijn 7 en 9. Super kwetsbaar. Ja. Als je dat gebeurt in een sociale context is de kans heel groot dat iets helemaal verkrampt. Waarschijnlijk al ergens bij je buik. En niet als het één keer gebeurt. Maar als dat regelmatig dus gebeurt. Je wordt de kakken gezet. Je vriendjes gaan er nog eens een keer overheen. Op een gegeven moment verkrampt er iets. En dat trekt zich terug. Daarvan kun je zeggen... Oh ja, dat zou ik wel zonder ogen willen gaan zien. Dat yogi daar, wat daar zit... Wat daar nog steeds in die kramp zit... En nog steeds als andere mensen... Je voor lul zetten of wat daar... Meteen voel je dan die verkramping. Ja. Hè? Dus die is reëel. Daar heb je een relatie mee op te bouwen. Als je dat wil. Als dat je manier is van met jezelf omgaan. Hè? En dan heb je dus in eerste instantie zelf gewoon een heel ding te doen... In je intentie van, nou jochie, je bent daar. Ik ga je kijken of ik je kan bereiken. Ik ga kijken, zo is eerst eens een keer waar je zit. Nou, volgens mij zit je daar rechtsonder bij mijn buik. Ik voel je als een koude, beetje steenachtige steek die een beetje naar binnen wil trekken. Zo. Je door opmerkzaamheid. Alertheid. Alertheid, dus op de signalen van je lijf, want het jochie is waarschijnlijk, die is al lang afgehaakt. Die ziet, daar kan je niet wel gokken, kom eens bij me. Die is gewoon weg, die is futsie. Ja. Ja, dus die heb je gewoon te bereiken. Als dus je intentie zuiver is, en die intentie die zit hier in je hart, dan kan je echt voelen, ben ik nu volwassen groot genoeg om dat jochie te gaan halen? Ja. Als je op dat moment een medicijnplant gebruikt, bijvoorbeeld ayahuasca, er zijn er meerdere die dat kunnen, hoe het werkt, er komt weer mysterie. Ik heb geen idee hoe het werkt, maar op een of andere manier gaat hij die verkrampte energie,
Want dat is het. Dus je praat over contractie. In dat pijnlichaam, om het maar zo te noemen, daar zit contractie. Die gaat dat samen met je bewuste intentie, gaat het die contractie een klein beetje openmaken. En daaruit komt inderdaad, er komen herinneringen, komen emoties, komen tegencontracties. Dus die energie die gaat uitzakken, die gaat expanderen, gaat pijn doen. En dat is een heel helingsproces. Ja. Waar heeft dat zijn oorsprong uit, die ayahuasca? Is dat nog iets van de Indianen? Er moet iemand als eerste achter zijn gekomen. Ja. Was dat de heer ayahuasca zelf? Hoe is het aan zijn naam gekomen? Het moet ontdekt zijn ooit. Ja, dat is ook weer zo'n wonder. Kijk, het komt uit het Amazonegebied. In het Amazonegebied heb je bijbenadering. Ze weten nog steeds niet precies. Tussen de 120.000 en 150.000 verschillende soorten planten. En je moet precies deze twee onderdelen met elkaar een dag lang koken, wil het een effectieve drank zijn. Als je één van de twee apart gebruikt, gebeurt dit niet in ieder geval. Okay. Ja, dat is al waanzinnig. Is dat door een stam of zo? Die gebruiken vaker dat soort medicijnen. Ja. Zie jij het ook echt als een medicijn? Ik heb er toevallig net een artikel voor geschreven voor Spiegelbeeld. En daar heb ik het genoemd. Het artikel De Moeder der Medicijnen. Hmm. We hadden in 2008 een sjamaan te gast, Don Alberto. En die noemde het ook echt liefkozend de moeder der medicijnen. Hij zei, mijn stam, mijn stam, die hebben dat ontdekt. Dus van zijn moederskant, er waren de medicinale healers. Van de vaderskant waren de healers met de spirits. De kant van zijn moeder, die heeft de ayahuasca ooit ontdekt. Zoveel duizend jaar geleden, weet ik veel, hoe lang die lijnen teruglopen. En daar raakte ik de vraag kwijt. Mooi. Dat is lekker. Spoel even terug. Ja. We hadden het over ayahuasca. En de naam had je het ook nog over. Ja. Ja, ja. Wat betekent het? Het betekent letterlijk de liaan van de zielen. Oh. De liaan van de doden. Maar daar is heel erg afhankelijk wat je referentiekader daarin is. Hè. Dus in die culturen. Diep in het Amazonegebied, daar geloof je heel erg in de voorouders. De voorouderlijnen, daar bid je ook tot de voorouders. En daar brengt de ayahuasca je mee in contact. Dus dat is ook inderdaad wel wat gebeurt. Ja. Genoeg over die gekke plant. Ja. Nog even kort tot slot wat vragen over de Matrix. Want je hebt dat boek natuurlijk niet voor niks zo genoemd. Ja. Bij mij thuis hangt ook al jaren een grote poster van die film op. Ja. En of nog meer maakte dat ook wat los bij mij. Ja. Hoe was dat voor jou toen je die film voor het eerst zag? Shocking. Omdat ik hem in eerste instantie toen die uitkwam gewoon als een actiefilm heb gezien. En dan echt alle clues die erin zitten gemist heb. Ja, rood in de blauwe pil, niks. Het zijn me allemaal niets. Nee. Niets. Pas na dat ik met de medicijnplanten ben gaan werken. Zij met mij zijn gaan werken. Daar heel veel van die transformatieprocessen. Daarna snapte ik pas die film. Ja. En dat vind ik shocking. Dat ik dus ooit zelf in dat bewustzijn zat. Van dus gewoon zo'n film. Oh, ik moet kijken. Ja, Bullet Time. Dat was in die film. Dat werd geschoten. Dat je een kogel in. Ja. Dat was gaaf. Moet je kijken. Daar zat ik gewoon helemaal in toen. Dus dat vind ik echt shocking. Niet dat ik nou zo ongelooflijk veel wijzer daarna ben geworden. Maar die aan- en uitknop van daar helemaal niks van snappen, tot ineens van, wow, en die lijn, en dat, en proeven. Ja. Ja. Heb je dat nog met andere films gehad? Oh, jeetje. Ja, met daar komt hij weer. Hoe heet hij ook weer? Met Jim Carrey en die studiostukken. Godverdorie, die noem ik ook ergens in het boek. Truman Show? The Truman Show. Dat is eigenlijk ook een hele spirituele film. Ja. Dat was echt ook zo'n moment. Nee, moet je nou kijken. Het is verdomd echt zo. Er komt gewoon een studielamp naar beneden. Ja. De hele boel is geanceneerd. Ja. Echt waanzinnig. Hè? En ik gebruik die metafoor ook wel eens. Van, dat je deze manier van wakker worden, die krijg je vaak pas als je tegen een decorstuk aan. Als je het knalt voor de zoveelste keer. Jezus, Mina. Ja, grappig. Ja, ja, ik hou heel erg van films. Op dit moment heb je een soort Moby Dick-achtige film. Daar wil ik van de week heen. Chad McKenna die gebruikt die ook in zijn boek. Hè? Ja. Dat vind ik ook echt. Dat lijkt me zo. Film is echt. Dat is net als ayahuasca eigenlijk. Het duikt
hele diepe stukken uit het onderbewuste op. Maak die als archetype aan jou bekend. Van, durf je mee? Ga je mee de diepte in? Moby Dick in dit geval. Of, ja, dat, ik vind het waanzinnig. Ik kan echt van film smullen. Omdat daar zitten gewoon de archetypische bloemen in. Die we in het dagelijks leven vaak gewoon kwijt zijn. Het schijnt dat de nieuwe Star Wars film, heet niet voor niks The Awakening. Ja. Dat okay. ook een en al verwijzing hiernaar is. Ja. Ja, het is ook een beetje op Taoïsme gebaseerd. Tenminste, George Lucas was daar vroeger ook. Ja, met die Jedi natuurlijk. Ja. Die, May the Force be with you. Ja. Tot slot nog even over je muziek. Want je liet net vallen, je hebt muziek gemaakt. Ja. Zing je dan? Of speel je instrumenten? Wat doe je? Ik ben, hoe noem je dat nou? Muziekproducer. Oké. Okay. Ik heb een studio, een huisstudio. En soms ga ik een andere studio in. Ik speel goed piano. En daarmee maak ik magische werelden. Ja, als het zich aandient. Ja. nu dus niet meer. Waar ben je het meest trots op? Dat je zegt, iemand zit nu te kijken en denkt, nou, ik zou van die Lars Faber wel eens een keer wat willen bestellen. Of wat zeg je nou, begin daar eens mee. Jezus, Mina. Moet iets zijn wat je hartje volledig gestolen heeft. Dat je denkt, wauw. Het gekke is, dat ligt altijd in de toekomst. Dat moet nog komen. Dat weet ik niet, maar dat is wat mij draait. Ik kan nooit zeggen van, god, dat boek, dat was trek. Ik vind ze allemaal wel leuk. En als ik ze lees, dan denk ik, heb ik dat geschreven? En goh, jeetje, dat is ook wijs dat je dat vindt. Of, weet je, dus, maar daar is niet één ding bij dat ik zeg van, goh, nou, de, ja. Maar kunnen we het dan zo stellen? Kun je me zeggen, voor wie is de Gewijde Reis? Is dat voor... Ja. Gewijde Reis is echt een boek voor mensen die iets heftigs in hun leven mee hebben gemaakt. Tegen die decorstukken aanblijven botsen en zeggen, en nou wil ik verdomme eens een keer weten hoe het zit. Dat tweede boek ook, De Helder Reis, dat zijn echt boeken die zijn uit liefde geschreven. Vanuit liefde voor jezelf, vanuit wat ik straks ook probeerde uit te leggen. Hoe bouw ik een relatie op met mijn gevoelswereld? Hoe bouw ik een fijne, harmonieuze relatie op met mezelf op, zodat al die stukken die ik ben tot wasdom kunnen gaan komen. Mm-hmm. In plaats van alleen maar die ene postzegel die ik geworden ben. Die one trick pony. Ja. Hoe kom ik daaruit? Dat is meer Matrix Guerrilla. Dus dat is hoe ga ik een paar van die bommetjes naar binnen gooien? Ja, dat is echt een boek. Het is wel echt wel een sequence geworden. Die eerste twee, hoe ga ik met mezelf om? En op een gegeven moment als ik daar dus mezelf lekker in voel, prettig in voel. Oké, maar nou gaan we eens even kijken waar zit de gevangenis precies. Hè? Hoe heb ik mezelf ingekapseld in het leven? En hoe gaan we daar uitbreken? Hoe word ik een vrij mens? En heel veel mensen die, wat ik er straks al zei. Als ik op Facebook kijk, er zijn zoveel mensen bezig met aan het praten over politieke partijen. Ik weet er geen ruk vanaf. Ik stem nooit, ik heb geen televisie. Maar ik weet wel hoe ik deze machine vrij moet maken. Uit zijn matrix. Ja. Dat is iets. Ja, als ik mensen ergens in wil inspireren en stout wil maken, ondeugend wil maken, is dat het. Dat is wat ik doe. En ook zo één op één met mensen? Nee, dat doe ik niet meer. Nee. Ik werk wel met groepen af en toe. Dus ik ben in de gelukkige positie dat ik bijna niet meer hoef te werken. Dus ik hoef niet meer om geld. Dat stukje uit de matrix, daar hoef ik me geen zorgen om te maken. Dat gaat wel. Dus wat ik nu echt doe is van, hoe kan ik zorgen dat ik mijn energie zo goed mogelijk besteed. En als ik echt één op één werk, vind ik gewoon heel erg zwaar werk. Dat heb ik jarenlang gedaan. Ik kom heel makkelijk in verstrikkingen met mensen. Ik kan beter van een afstandje mensen inspireren. En dan werk ik het meest vanuit mijn bron en energie. Ja. Ja. Dus als nu iemand zit te kijken die bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseert, weekenden, doe je dat wel op locatie? Of krijg ik je tot niks verleid? Nee, hè? Ik zeg echt bijna overal. Bij jou vond ik al heel lang, voelde ik al een jaar, maar ik zeg bijna overal tegen. Ik doe geen lezingen, ik doe geen... Heel enkele keer echt een PR, denk bijvoorbeeld voor televisie. We hebben een organisatie met 60 mensen. Dus af en toe moet ik iets doen voor televisie. Nou, dan zeg ik dan ook wel eens ja tegen. Maar laten we zeggen, tegen 9 van de 10 dingen zeg ik nee. Want dat geeft me geen energie. Ja. Ik wil met jou praten, dat wist ik eigenlijk in de e-mailwisseling al. Dat gaat mij energie geven. Ja. Hoe zeg je dat? Niet great minds alike, maar in ieder geval minds alike. Mm-hmm. Het zou een beetje aanmatigend zeggen als we onszelf great minds noemen. Ja, ik snap het. Maar gewoon een gelijkgestemde. Dat vind ik heerlijk om mee te praten, weet je. Dat geeft me energie. Nou, mij ook. Ja. Bedankt daarvoor. Tof. Dankjewel. Proost.